Hallo kandidaten. Dit is het laatste spel. Maar het bestaat uit twee delen. Dus het zijn eigenlijk nog twee spellen. Het eerste spel vindt zich hier, bij het parcours. Jullie gaan dadelijk het parcours afleggen. Wie als eerste bij de finish is, krijgt 50 euro. Snelste is. Nou, wat denk ik? Jouw tijd, Brian, 1 minuut 47. Nick, jouw tijd 2 minuut 40. Wat was mijn dan? 1:47. Ik heb natuurlijk gekeken omdat jij natuurlijk langer moest wachten, maar anders had je het nog steeds net niet gered. Dus we hebben ook naar gekeken. Dus jij krijgt 50 euro erbij. En we gaan nu naar het laatste spel. En je weet die enveloppen nog van de afgelopen keren. Alleen nu gaat het iets anders. Ik plaats ergens een envelop in een gebied. Maak een foto en ik verstuur hem meteen. Dan loop ik naar een ander gebied toe. Plaats ik een envelop, maak ik een foto, verstuur ik hem meteen. Dus je kan hem meteen vinden. Maar je kan ook zeggen, ik ga niet naar dat gebied toe en ik wacht naar de volgende. Want elk gebied krijgt een andere. Dus is het al in het gebied geweest, komt er ook geen envelop meer. Nou, wij moeten de enveloppen gaan vinden. En
Erwin gaat elk moment een foto sturen. En wij wachten hier dus heel eventjes binnen. Nou, envelop 1 heb ik verstopt. En nu ga ik dus envelop 2 verstoppen. Ik ben benieuwd wie de eerste envelop heeft. De eerste foto is binnen en die ligt hier ergens in het trooigebied. Envelop. Ik heb gevonden. Ja, ik heb hem dus gevonden. Dan gaan we eens kijken hoeveel er aan zit. Dan gaan we eens kijken. Maar dit is nog niet veel. Nog maar 20. Oké. Nou, envelop 2 heb ik ook alweer verstopt. Dus ik ben wel benieuwd wie hem als eerste dadelijk gaat vinden. Ja, ik heb hem weer gevonden. Het scheelde niks. Ik zou de eerste keer overal te kijken, bal 4 vooraan. Nu gaan we kijken wat erin zit. Ik ben wel benieuwd. Ik heb tot nu toe veel geluk. Eens kijken. En het zijn drie tientjes. Dus we beginnen weer een beetje gelijk op te lopen, Nick. Ik heb een envelop, laten we kijken hoeveel erin zit. Ik heb weer 40 eurotjes erbij. En nu gaan we naar de volgende foto. Ja, maar Nou, we hebben ze dit keer allebei tegelijkertijd gevonden. Dus, maar laten we kijken hoeveel erin zit. En dan gaan we spetten, want ja, we hadden hem echt. Ik zou niet weten wie hem nou weer eerder had gezien. Ja. Ik denk dat het ongeveer gelijk was. Even kijken. Drie tientjes weg. Drie tientjes, ja. Dan moeten we met Erwin overwachten. Ja, ik heb nog vijfjes. Ja, 15 en 15. Nou, we hebben de envelop bij Port Laguna gevonden. Nou, we moeten nog wachten op Erwin. En die stuurt zo meteen de volgende foto. We hebben nog 3 te gaan. Ja, nog 3 te gaan. De 2 binnenhalen. En nog de tovertuin. Nou, ja, Jaska Rinder. Hoi, hoi. Een van de gezelligste medewerkers van heel Toverland. De gezelligste. De gezelligste medewerker. Ja. En nog 3 te gaan. Ik ben benieuwd wie de meeste nog gaat krijgen. We moeten nog eentje met 50 euro hebben, dus we gaan het zien. Wat? Je moet de envelop pakken, hè? Kom maar! Dus, dus pech. Geld kapot. Nee, jullie krijgen, omdat jullie allebei er gewoon dwars doorheen renden, van mij 25 euro. Voor de laatste 2 enveloppen krijgen ze een foto welke steeds uitgezoomd wordt. Dus extra spannend. Nee. Ik heb net op heel veel plekken gekeken, maar ik heb nog geen envelop gevonden. En die kunnen ook echt overal liggen.
het is alleen vrij donker op de foto, maar... Hij ligt bij een attractie waar geen medewerker ligt. Even een hint. Oké. Wat? Een attractie waar? Geen medewerker is. Kan de attractie gesloten zijn? Want dat mag officieel niet. Nee, de attractie... Niet... Maar het is niet per se een... Wat heb je wel voor attracties in Toverland? Ik hoop niet dat hij dat boven heeft. Jij telt het wonderwal tot de mirakel. Ja, ik ga hier naar boven. Ik zal hier wel niet liggen. Nee, dat kan nooit, want ik zie steen. Ik zie steen. Dat kan nooit. Daarboven ga je daar eigenlijk niks vinden. Kijk, ga maar dan verder. Ik ga... Fuck, dat is wel deze. Hij zit hier ergens. Wat? Hoezo? Dat hij. Heb je hem? Nee. Maar als je niet had gekeken, heb je geen paaltjes. Alleen waar? Zeg me toch niet dat hij is gevallen, hè? Kandidaten, we zijn in een land van Toos voor de laatste. Je hebt de foto al gekregen. Wat is dit? Mag af, mag af. Oh, ik weet nog genoeg. Nee, dit mee. Huh? Deze mag ik draaien hebben. Hoe dan? Hoe? Huh? Deze mag ik draaien hebben. Heeft er iemand aangezeten? Oh, valt mee. Ik wil dat jullie geld hebben. En dan gaan we kijken wie de winnaar is van de Toverland. Het was een avontuur de afgelopen dagen. Maar wie zal de winnaar zijn? Daar gaan we nu achter komen. We gaan deze komende dagen achterkomen wie de beste Toverlander is. Is dat iemand die welke vaak in Toverland komt? Of een pretparkfan? Daar gaan we achter komen. We'll be right back.
Hallo kandidaten. Hallo. Jullie hebben de afgelopen dagen flink in het zweet gewerkt. Dat klopt. Maar wie is de beste Toverlander? Is dat Brian? Of is het Nick? Ja. We gaan er nu achter komen. En dat doe ik met dit envelop. Hier zit het in, hier staat de naam op. Spannend. En de winnaar van het eerste seizoen van Toverland, natuurlijk de beste van Toverland. En de beste van Toverland is Nick! Jij bent de winnaar! Wow. Brian, jij had 510 punten. Ja. En Nick, jij had 550 punten. Zo. Dus gefeliciteerd Nick. Jij hebt officieel jouw naam. En jij krijgt ook nog een ijsje van Toverland. Nou ja, eigenlijk van Pretpark Wereld. Maar het klinkt leuker als we het van Toverland krijgen. Van Toverland. Nou.